weet niet, maar de wedstrijd Racing Genk tegen Racing Anderlecht. De twee aantallen zijn klaar voor de wedstrijd. Goeie Bosufa. Bosufa nog altijd. Bosufa! Trap hem zo! Het is Courtois! En Lukaku mist die goal daar. Koyate, Lejar. Lejar met de voorzet van Lukaku! En in de stiftarmen van Thibaut Courtois. Goed hem naar Hubert. Tot de Vossen. Varda. Varda, jongens. Hoe weet je dat? Toch dit dan al de 1-0? Nee, ja! Het is een doelpunt van Racing Genk, het is 1-0. Geweldig doelpunt van Eleni Varda. Hier kan je zo even kijken naar de herhaling. Hier zien we het nog eens. Gewoon mooi voorbij getrabbeld eerst, maar dat zien we niet in de herhaling. En dan mooi getrapt en één score afgemaakt. Ik krijg ook Coyote. Coyote. Bimia, Lukaku, niet te zeg, Varda, Koyate, Bimia, Lejar, de pekel, en dat is een overtreding, een gele kaart, wordt bedoeld. Ja, dat is toch geen gele kaart, dan moet je het weer tot zien er toch, hè. Vrij trap voor Racing Anderlecht. Bosufa, in de muur getrapt, Tudel, Varda, Lukaku, Vossen, Varda, Torwal, Lukaku, De Ser, Hubert, Varda, Vossen, Anneli. De tackle van Jan Vossen wordt de bal. Dit moet hem worden. Nee, gewoon een tegen handen van Proto. Als hij hem een baard op tijd heeft gegeven, kan die bal gewoon binnen gaan. Anneli. Foute kopbal. Lukaku. Koyate. De extra tijd bedraagt 1 minuut. Camus, dat wij tussen. Varda. Geef hem aan Jelle Vossen. Wordt dit dan eindelijk het doelpunt? Nee, Varda niet. Nee. En nu Jelle Vossen, jawel. Het is een doelpunt van Racing Genk. 2-0 voor Racing Genk. Geweldig doelpunt van Jelle Vossen. Hier zien we een herhaling, hier past, wou die pas naar Varda tegen de verdediging. Hier loopt hij toch nog de eerste tijd terug naar de bal en trapt hij hem binnen. Geweldig doelpunt. Hier eigenlijk wat geblunderd in de verdediging, maar wel mooi binnen getrapt. Lukaku. Polak. Jan Polak. Oeh, de fout hier even. Koyate. Hubert. En we gaan rusten met een stand van 2-0. Ja, dus een mooie wedstrijd moet ik zeggen. Het is al 2-0 voor Racing Genk. Het gaat heel goed. En nu om te zeggen, ik ben Pieter Jan. En dit is van, dus een goede wedstrijd eigenlijk. Racing Genk staat 2-0 voor tegen Anderlecht. Kunnen we kijken naar het overzicht van de wedstrijd. Ja, we zien doelpunten 2-0, schot op doel 3-2, gele kaart 1-0, rode kaart 0-0 en balbezit 40-60. Anderlecht speelt ook al een goede wedstrijd, maar de beste is van Racing Genk. En ook de doelpunten is het belangrijkste en dat is 2-0. Nu geniet nog lekker van de tweede helft. Vossen, bevuld Vossen, Varda. Lukaku. Nou, wel met een goede tackle. Hubert, Vossen, Buffel. Tot die Vossen geeft hem aan een Varda. Varda, nee, tussen. Varda.
trapt hem tegen de doelman. En nu jouw van Spiri. Dat ben ik nu nog. Ja, tegen de armen van Proto. Wat een kans van jij nu ook schat. Dus zeg. Tot dit Buffel. Buffel komt hem. Een geweldig doelpunt van Rissingen van Thomas Buffel. 3-0. Dekker had binnen. Heel mooi getrapt van Thomas Buffel. De 3-0 Rissingen voor Courtois. Gaat meedoen met de vreugde. En hier kijken we. Mooi hoekschop. En Buffel kopballetje. Tegen de lat. En erin. Geweldig doelpunt Genk. Anderlecht uitgeschakeld. Na 45 minuten is het al 3-0. Koyate. Dejaar. Bivia. Polak. Jan Polak. Trapt hem over. Courtois. Een trap. Sparren met de tackle. Goeie tackle was dat. Hier weer een goede tackle. Van wie is dat? Nee, toch niet op de Barda. Vossen. De fout op Pierre Vossen. Vrij trap. Te ver. Eens even kijken hoe hij gaat nemen. Moei. Te ver trapt hem naast. En een wissel bij Racing Anderlecht Chile eraf. En in de buis komt Bernandez. Uittrap van Proto. Dit is Soufa. Lukaku. Buitenspel. Courtois neemt een vrije trap. Courtois. Nee. Coyote. Azouk. Te ver. De zeer naar uw benen. Tot deze Vossen. Mooie tackle. En de verdediging hier weer Anderlecht. Beer. Ja. Tussen. Barda. Vossen. Polak. Lukaku. De fout van uw beer. Vrij trap, Bossouf achter de bal. In de muur getrapt, corner voor Racing Anderlecht. Bossouf neemt de corner. Hubert kopt hem weg. Lukaku, de schacht. Afgepakt, Buffel, Vossen. Tot bij Barda. Barda, geef hem terug aan de Vossen. Ja, en Camille. Nee. Lukaku krijgt de bal. Lukaku. Heel mooie dribbel hier. Lukaku. Anneli met de tackle. Heel mooi. Hubert. Vossen. Barda. Oeh, Barda bal kwijt. Dit er een trucje van een beetje missen. Mazouk. Vultan de Jaan. Doorgeven. Hoe kan het ons tegen de maag? Tot weer Lukaku. En Doorwaan met overtreding. Een rode kaart. En ja mensen, dat moet ik wel toegeven. Dat is duidelijk een rode kaart. Maar wat doet hij nu? We staan 3-0 voor. Wat dom van Doorwaan. Nu een penalty. Bossouffa. Courtois. Met zijn armen klaar. Bossouffa neemt hem en die bal gaat binnen. 3-1. En nu zie je het. Als Darwin dit doet, ja, dan zorgt hij natuurlijk voor een tegendoelpunt. De wedstrijd is afgelopen. Ja, ik vond het een heel geweldige wedstrijd. Vooral voor Racing Genk 3-1. En op plaats was gewoon Darwin wat een beetje plunderde. En ja, kijk hier niet.